Het programma PZN wordt mede mogelijk gemaakt door Veerman, schilder- en afbouwcombinatie, Triple, showtechniek, juwelier Piet Schilder en Topsy, World of Fashion. Welkom bij aflevering 2 van het programma Zonder Naam. Zoals jullie vorige maand hebben gezien, komen er allerlei leuke items voorbij. We gaan verder met onze pils maken. We gaan langs bij Pino. We hebben weer een partysnack voor jullie klaar. En ik duik weer in bad met een ventje uit een bandje. En hier in de tuin aangeschoven Ruud Schilder, Retrospect en Mel Jonk. Hallo. Welkom. Ja, hey. Dank je. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Nou, ik vind het supergezellig. Ja, supergezellig hier, zeker weten. Ik ga je even voorstellen, Ruud, voor de mensen die jou nog niet kennen. Jij bent DJ. Ja, DJ ik ben DJ. Retrospect. DJ Retrospect, inderdaad. Ik maak hardstyle. En ja, dat doen we nu een jaartje of 12. En we zitten nu sinds een jaar of 3 op een platenmaatschappij. Super. En ja, dat gaat allemaal wel lekker. Nu dan iets minder natuurlijk met de corona... perikelen, ja. En zo, maar voor de rest liep dat helemaal goed. Maar jij bent begonnen als duo. Ja, ja. Eigenlijk ben ik begonnen als ik ben in mijn eentje muziek ben ik begonnen met maken. En op een gegeven moment, toen hadden we wel een goede klik een jaar voordat het echt begon in de studio samen met Niels. En toen hebben we eigenlijk besloten om dat samen te gaan doen. Het is natuurlijk best wel een eng dingetje om daar even aan te beginnen met. Dus ja, dat vonden we wel leuk om dat zeg maar samen te beginnen. En ja, dat is op een gegeven moment, ik wil het niet stuk lopen noemen, maar ja, op een gegeven moment is dat toch een beetje andere kant op getrokken voor Niels. En die heeft toch gekozen voor zijn baan en dat soort dingen. Maar ja, ik zat er al zo lang in en het is echt, ja, het is 100% mijn droom en dat is het nog steeds. Ja. Dus ja, ik ben daar gewoon vol gas mee doorgegaan. Mega, echt ja. Leuk. Vol gas er tegenaan. Ja, 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 dat gaat echt veel super goed. Dat, we hadden dit jaar Tomorrowland staan en we hadden Defcon natuurlijk weer. En noem maar op, Decibel, Continent, het hele ding vol. Een stuk of 30 boekingen dit jaar, dus dat ging helemaal goed. Dat zijn echt de bekendste namen op het hardstyle ja, ja, in feite wel. Dus als je dan al een Tomorrowland hebt, dat is natuurlijk alweer super commercieel. Ja. Dat is natuurlijk best wel even een mijlpaal wat je dan bereikt. En je ziet je ook groeien in tijd. Je begint op begin van de avond en je zit nu al... Ja, je begint al later te draaien natuurlijk op die stages. En dat is... op een gegeven moment... Je hebt nu al soms dat je op die stage staat... Dan sta je gewoon primetime, weet je. Als je op een festival om een uur of 6 staat... Dan heb je gewoon top tijd, weet je wel. Dan zit iedereen er lekker in. En dan... Ja, precies. Ja, dat is mooi. En naast Ruud zit Mel. Ja. Jij dat ook, ben ik. Welkom. Ja. We kennen jou natuurlijk van Mel en Vintage Future. Ja. Vandaag hebben we je even solo. Ja, inderdaad. Zonder de band. Zonder de jongens. Mel, jij begon vanaf je 10e al met muziek spelen. Gitaar en zang. Ja, gitaar inderdaad. Zang kwam volgens mij net iets later. Tenminste, ik was altijd al wel een beetje aan het zingen. Maar op het moment dat ik gitaar spelen was bij Jan Toe. Toen moesten we dan, zeg maar, moest je met zo'n klasje dan meezingen en... Dat vonden ze allemaal wel leuk als ik dat dan op een gegeven moment in mijn eentje deed. Dus ik was op een gegeven moment de enige die nog aan het zingen was binnen dat klasje. Toen kwam ik er wel achter dat het dus wat dat het iets deed. Dus toen, en ik ben daar gewoon mee doorgegaan, een beetje zangcoaching gevolgd. En ik kon iets. Je kon iets. Nou, dat kunnen we stellen. In 2014 heb je deelgenomen aan The Voice. Ja, dat is ook waar. Hoe heb je dat ervaren? The Voice was een soort van... Een beetje geleefd. Dus dat was een hele drukke periode. Ik heb heel veel geleerd binnen een hele korte periode ook wel. En ik moet eerlijk zeggen, als ik daar nu naar terugkijk, ik kan het niet meer zien. Nee? Nee, ik vind het echt... Ik ben natuurlijk wel gegroeid de afgelopen jaren. Dus dan is het moeilijk om dan weer dat stapje terug te zien. En voor een ander is het wel aastig leuk om terug te kijken. En ik zie, wat slecht. Ik denk ook omdat je vooral je eigen muziekstijl nu hebt ontdekt. Ja, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Hè, toen. Precies. Dat was echt een... Mel, wat voor liedjes wil je doen? Dan moet je liedjes doorgeven.
Nou, ik kwam met echt, er kwam liedjes aan dat ze zeiden, ja, maar dit loopt zo uiteen. Wat is nou, welke kant wil je op? Ik had geen idee. Dit vind ik leuk, dat vind ik ook wel leuk, vind ik ook wel leuk. Hartstikke leuk allemaal. Ja. Maar ik had niet echt een richting. En dat heb ik nu gevonden. Met Vintage Future. Ja, met de jongens inderdaad. De Future. Gouden combi. Mm-hmm. En afgelopen augustus heb je meegedaan aan het programma We Want More. Ja, dat klopt. En de finale gehaald. Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Supergoed. Ja, dat was. We zijn benaderd door iemand van de productie van The Voice nog, die mij kende. Die zei: ja, zou je het leuk vinden om met dit programma mee te doen? En ik zeg: ja, ik moet dat wel even met de jongens overleggen, natuurlijk. En dat was. Ja, dat waren ze eigenlijk. Ik had ze best wel snel overgehaald. Omdat ze zich ook. Ja, ik vind het wel knap dat ze dat ook willen. Omdat ze zich zo kwetsbaar dan opstellen tegenover een jury waar ze zelf heel veel voor hebben betekend. Maar ja, ons doel was gewoon: we gingen erin met oké. Als we dit gaan doen, dan kunnen we 3 keer op tv komen. Kunnen we 3 keer ons eigen ding laten zien. En dat is gelukt. Ja, dus geweldig. Ja, en de single die we in de finale hebben gespeeld is topsong geworden bij Radio 2. Al vanaf dag 1? Ja, vanaf de dag dat die uitkwam. Dus dat is natuurlijk alleen maar... Dus dat hebben we allemaal gewonnen. Dan hebben we het over de single Brand New Day, ja, toch? Ja, ja, absoluut. Ja. Ruud, sinds wanneer wist jij dat je... hardstyle, dat je passie bij de hardstyle lag? Ja, dat is eigenlijk gelijk al begonnen. Dat ik toen ik eigenlijk mee begon, ik ben gelijk begonnen met hardstyle maken. Ja, maar als baby al, als peuter. Ik was 12 jaar oud ongeveer. Vrij jong dus. Toen ben ik een keertje tegen die, ik hield van allerlei soorten muziek, maar toen ben ik daar een keertje tegenaan gelopen. En toen had ik eigenlijk gelijk van, nou, dit wil ik ook gaan maken, weet je wel. Dus toen ben ik op internet een beetje gaan zoeken van die programma's, hoe je dat dan doet. Ja. Nou ja, en dan kan je er natuurlijk helemaal niks van. En dan stop je er 23 keer mee en dan ga je daarna weer door. En dan, ja, op een gegeven moment kom je op een punt waar het... waar je een beetje iets wat in je hoofd zit, dat je het een beetje op de computer kan zetten. En dan begint het leuk te worden natuurlijk. Ja. En ja, dan ga je zo door. En dan stuur je op een gegeven moment 24 demo's naar een label. En dat is niet goed. En gelijk. En dan stuur je er 3 maanden later nog een keer een stuk of 4. En dan, kom maar een keer langs, weet je wel. Maar ja, dat is toch over een periode van 10 jaar gegaan. Jeetje. Het is niet dat je even dat programma opstart. En dan 1, 2, 3 jaar, daar komt wel een plaatje uit, weet je wel. Heel dus veel tijd is daarin gegaan. Ja, ja, en daarom moet je moet het ook echt leuk vinden. Want je gaat anders ga je dat niet redden. Nee. Want je kan tegenwoordig al echt superveel vinden op internet. En dat was toen ik begon al wat minder. En natuurlijk dat die generatie voor mij begon, was dat helemaal niks. Maar je hebt nu natuurlijk allemaal sample packs online. En dan kun je zo iets in elkaar knallen. Maar ja, ik hou er wel van om echt zelf mijn eigen sounds te maken. En zo min mogelijk samples te gebruiken en presets voor bepaalde dingen. Want ja, dan creëer je toch je eigen sound. En ik vind het gewoon leuk om te weten hoe iets echt gaat, weet je wel. Ja. Dus ja, daar gaat gewoon veel tijd in zitten om dat te leren allemaal. En op welk moment heeft jouw carrière nou de boost gekregen van waar je nu staat? Nadat je had getekend bij dat label? Ja, toen is het... Ik ben begonnen met een album. En dat is, dat doen niet veel mensen, beginnen met een album. Dus dat was gelijk wel een beetje een shock voor iedereen van, hey, wat is dit, weet je? Deze jongens beginnen gewoon gelijk met een album, weet je wel. Dus dat was in ieder geval wel een goede start. En ja, ik denk toch wel een beetje het oude stijltje wat ik erin probeer te houden. Iedereen, het gaat best wel een commerciële kant op. En veel mensen missen wel die oude vibe in die muziek. En ik probeer... wel de juiste mix daar een beetje in te vinden tussen oud en dan dat het wel nieuw klinkt, maar wel die oude vibe wat er zeg maar in zit. En ja, dat slaat gewoon wel aan, weet je wel. Ik vind het echt te gek hoor. Dus ja. Super. Dat en het verklaart gewoon, ook de naam, Retro. Ja, dat verklaart dus inderdaad ook de naam. Ja, dat goed inderdaad, gevonden. Ja, zeker weten. En Mel, je begon net te lachen toen Ruud vertelde over... Ja, dat duurt... Je hebt je zoveel nummers gemaakt en dan wordt alles afgekeerd. Ja, dat is herkenbaar. Ja, nogal. Ja, ja, je bent zo aan het knokken voor iets. En als het dan de hele tijd niet lukt en... Dan moet het voor de 26e keer terug. Ja. En dan nog een keer en nog een keer. Ja, en als je dan denkt iets te hebben en dan ga je er weer naar... bijvoorbeeld 2 dagen naar luisteren. Ja. Het
dit is het niet. En dan moet alles weer overnieuw. Dus ja. Ik snap dat. Ja, echt s'avonds zit je dan wel eens in de studio. En dan is het 11 uur s'avonds. En dan ben je helemaal hyped. Weet je, dit is top. Weet je wel. En volgende dan, ochtend. De volgende ochtend luister je. En dan, ja, weg. Ja. Oh, wel grappig om te zien dat ook. Maakt niet uit in welke genre ja, we zoeken. Ja, dat blijft ook wel dat hetzelfde. Dat is bij iedereen, exact hetzelfde in. Ja. Corona heeft jullie uiteraard allebei getroffen. Jij noemde net al de allergrootste festivalnamen alles. En alles. Ja. Hoe ga je met de tegenslag om? Nou, dat is best vervelend natuurlijk allemaal. Want je hebt natuurlijk gewoon iets op de planning staan. Ik heb ook nog een paar ghost projecten erbij. Dus ik maak zeg maar muziek voor andere DJ's. En die doe ik dan, die treden natuurlijk ook op. Dus ja, dat gaat dan allemaal niet door. En dat is natuurlijk ook een beetje geld wat je allemaal mist. Ja. Maar ja, ik ben dit jaar was ik begonnen met de studio bouwen. En dat is dan wel weer lekker dat je gewoon daar de tijd voor hebt. Dus die studio die is nu ook gewoon goed klaar. En daar kunnen we nu gewoon lekker in werken. Maar verder, ja, nu mag het wel weer beginnen voor mij allemaal. Het festival. Dus, ja, dat is gewoon kloten. Maar je doet er niks aan. Nee. Dat is gewoon wachten. Heb je nu al wel weer wat klussen? Ja, wat kleinere dingetjes. Maar ja, het is natuurlijk, weet je, het is wel leuk. Maar het is natuurlijk niet wat je wil, hoe je het wil hebben, weet je wel. Ja, heb je net zo'n sprong gemaakt, zo'n stap gemaakt, ja, dan precies. Moet je weer terug. Dat weet je, dan wel. Sta je net op Tomorrowland en dat gaan we niet door, weet je wel. Dus dat is gewoon kloten. Maar ja, goed, dat moeten we allemaal nog maar zien, ja. Hoe het gaat lopen. En Mel, jullie muziekgenre is wel iets wat ook in een theateropstelling gedaan kan worden. Dus ja. Ik kan me voorstellen, jullie hebben nu iets wel meer leven qua optredens? Ja, we hebben wel nagedacht over een theatertour inderdaad ook. En dus is nog allemaal dingen die besproken worden. Clubs zijn we ook wel aan het doen. Clubs is ook een soort van theateropstelling in ene, want er staan ook allemaal stoeltjes en heel intiem. Ja. Dus het is best gek om dat zo te doen. Maar wel echt, ik vind het ook wel weer bijzonder of zo. Want laatst hadden we ook een optreden in Venlo. En daar waren mensen zo gigantisch enthousiast over hoe dichtbij het dan komt. Want het is natuurlijk ja alsof je bij iemand op schoot zit. Dus je hebt echt contact met die mensen. Dus dat vind ik ook wel weer leuk. Ja. Maar het lijkt me ook wel te gek om gewoon op een festival te staan waar tienduizenden mensen op elkaar gedrukt staan. En dus zwetende lichamen over elkaar heen. Dat lijkt me ook gewoon wel weer leuk. Ja. Ik hoor hier ook een kleine samenwerking al. Kan hier iets ontstaan? Ja. Een soort van hardstyle meets Mel? misschien. Ja, je weet het niet. Dat weet je niet. Dat durf ik nog niet te zeggen. Misschien wel de verrassing na deze, na deze aflevering. Maar wat is tot nu toe het hoogtepunt van jullie carrière geweest? Ik weet die van Mel. Gast in de podcast. Ja, sowieso. Dat was inderdaad wel iets heel heftigs. Ja, nee, ik. wat mij altijd wel echt is bijgebleven is dat we op North Sea Jazz hebben gestaan. Oh ja. Dat vond ik wel. Dat was ook een soort van in het begin nog, dat we net een beetje aan het spelen waren. Wat heel gek was, dat we toen hadden we nog niet eens die backingzangeressen erbij. Stonden we met z'n drieën op North Sea Jazz voor een plein. En dat plein dat werd al voller. En we stonden gelijk met Gregory Porter. En dat is best wel een heftige jazzartiest. Dus ik dacht, nou, daar komt helemaal geen kip. Dat wordt niks. Ja. Dus ik kom achter dat doek vandaan. En dat hele terrein staat helemaal afgeladen vol. En die zijn niet meer weggegaan. En dat was voor mij wel een momentje. Ja, dat blijft me wel bij. Ja. En Ruud? Ja, voor mij is dat Exclusive Holland. Dat was in september. Weet ik even niet precies. Nee, augustus, september, zoiets. Volgens mij eind september. Ja, en 2019. Dat was gewoon 2019 inderdaad. En dat waren gewoon, dat was echt de eerste grote mainstage ervaring in de Ziggo Dome met 12.000 mensen. En dat is dan Exclusive Holland, dat is van Q-Dance. Dat is dan een mix van Nederlands muziek met hardstyle. Nou, toen heb ik Jan Smit geregeld en René Karst heb ik geregeld. En die Calvijn, die YouTuber, heb ik geregeld. En dat was gewoon 12.000 man vol gas los op jouw muziek, weet je wel. Op podium oprennen, dat was echt één groot gekkenhuis. Dus dat is echt niet normaal. De adrenaline wat je daarvan krijgt, dat ga je nog een week lang ga je daar lekker op, zeg maar. Ja, geweldig. Dat is echt niet normaal. Dus ja, dat is voor mij wel even het hoogtepuntje geweest.
Ja. Ook wel grappig, een samenwerking met Jan Smit. Want dat zou ik niet echt bedenken. Nee, en toch zijn dat wel... Ja, het is best plat allemaal, weet je wel. Maar het zijn toch wel de leukste feestjes altijd. Want je hebt echt een superleuke sfeer op die feesten. Want je hebt dan feesten en knallen bij elkaar. En dat werkt gewoon toch wel heel goed. Dus ja, die sfeer in die Ziggo Dome, dat is dan gewoon één groot feest. Dat is echt... Het werkt perfect. Leuk. En Ruud, waar ik nou zeer benieuwd naar ben... Want hardstyle is niet voor iedereen. Nee, inderdaad. Maar je noemt al een album en die nummers hebben ook allemaal een naam. Hoe kom je bij de naam op van een nummer? Want voor mij is... Je hebt tegenwoordig best wel wat vocalen in platen. Dus dat is... Kijk, vroeger had je natuurlijk echt dat het net begon, had je... Weet je, dat stamt een beetje af van oude techno en dan had je nog absoluut geen vocaal erin. Maar ja, je werkt nu ook gewoon met songwriters en alles erop en aan om een plaat te maken. Dus ja, dat zal een beetje hetzelfde gaan hoe Mel dat heeft. Kijk, je pakt een hoofdwoord uit de tekst aan, wat een beetje jouw titel wordt. Dus ja, vroeger was dat wel anders, weet je. Dan gaf je het een... Dat bedenk je dan gewoon ter plekke, weet je wel. Dan is het ook allemaal nog niet zo heel serieus. Illusion. Ja, of water meets fire. Precies, een of andere preset wat je had, weet ik veel wat. Maar nu heb je gewoon hele songteksten in die tracks. Dus ja, dat komt gewoon uit de lyrics vandaan dan meestal. Oké, ja. Dus ja, dat is een beetje hetzelfde. Ja. En wat zouden jullie nou graag nog willen bereiken? Ik ben nog lang niet klaar. Ik ben net begonnen, om het zo maar te zeggen. Dus wat wil je bereiken? Je wil bereiken dat je gewoon lekker elk weekend draait en gewoon je ding doet. Lekker de studio in. En, Amerika. Groter. Ja. Wat is nou het grootst? Ja, ik denk niet dat je ooit het idee krijgt van... Ja, dit was het optreden wat ik had. Nu is het klaar. Ik ben er klaar. Weet je, ik denk niet dat dat... Ik denk ook dat alles anders is. En ik denk dat ieder stapje wat je maakt... En ik zou nog heel veel albums willen maken. Hele grote festivals willen doen. Hele grote zalen. Ik denk dat... Ja, een festival is weer anders dan dat je bijvoorbeeld in een Ziggo Dome staat. Ja. Of in een prachtig theater. Dat is natuurlijk... Maar is allemaal leuk. Dus ik zou alles willen doen. Ja, alles. Ja. Alles willen doen. Dat mooi doel, ja. Nou, we willen jullie hartstikke bedanken voor dit supergezellige gesprek. Ja, was gezellig. Superleuk, jongens. Echt, bedankt dat jullie er waren. Wie weet toch nog een kleine samenwerking dankzij... dankzij nou, als je al samen gewerkt heeft met Jan Smit. Wij gaan door naar het volgende item. En dat is natuurlijk de party snack. Want ja, dat blokje kaas en dat leverworstje, dat kennen we allemaal wel. Naar wie gaan we, Kim? We gaan naar Peter Runderkamp. Wat ga je vandaag voor ons maken? Ik ga een carpaccio voor jullie maken. Oeh, dat vinden wij wel lekker. Ja. Lekker. En dan begin ik met een mooi stuk vlees. En dat haal je natuurlijk bij de slager, want al het goede vlees komt bij de slager vandaan. En verse rucola en kaas, een klein beetje dressing. En nog een beetje tomaten om het af te maken. En uit welk deel van de koe komt de kogelpiste? Komt uit de dikke lende. Die zit aan de achterkant van de koe. Ik kan hem even hier aanwijzen. Je ziet dit gedeelte aan de achterkant. De zachtere delen van de koe zitten over het algemeen aan de achterkant. En het stoofgedeelte zit aan de voorkant. Oké. Ze stuurt. Oké. Zachtig. Oké, dit ziet er wel fijn uit. Ja, het zijn mooie dunne plakjes. Het vlees is gesneden? Het vlees is gesneden. Wat is de volgende stap? We gaan het beleggen met rucola. Mooi verse rucola. Rucola is natuurlijk een slaasoort dat een beetje een notige smaak heeft. Ja, een beetje pittig. Ik leg gewoon een beetje vol. Dan pakken we wat pijnboompitjes. Die heb je al gebakken? Die heb ik al geroosterd, ja. Ja, ze zijn altijd kant-en-klaar. Die gebruiken we ook in salades. Dus die zijn altijd klaar om te gebruiken wanneer ze nodig zijn. Dan pakken we wat kaas. Dat is een wat oudere kaas. En dat geschilferd, dat is een mooie structuur. Een mooie, als je dat fijne gerast hebt, dat valt weg tussen de rucola. Dus ja. Dan hebben we een dressing met wat pesto erin, onder andere. Prachtig. En nog een sherrytomaatje om het af te maken. En dan is hij eigenlijk klaar. Dus dat zijn de ingrediënten die je eigenlijk meestal wel in huis kunt hebben. Maar als je dat dan niet hebt, dan koop je er gewoon kant-en-klaar bij de lager natuurlijk. Dat is net zo makkelijk.
Net zo makkelijk, supersnel en ook nog gezond. Ja. En hartstikke lekker. Een perfecte hap voor meerdere gelegenheden natuurlijk. Voor een avondje. Je kan het ook verplaatsen naar een lekker stokbroodje. Ja, je kan het met toastje, je kan het als lunch, je kan het veelzijdig in het product. En low calorie. Absoluut. Helemaal hip. Erg gezond. Paas. Nu het hapje klaar is, moet het natuurlijk ook geproefd worden. Lekker. Dat is wel een positieve reactie. Ik zie dat het goed in de smaak valt. Ik had het niet anders verwacht. Wij gaan jou bedanken. En wij gaan weer terug naar de studio. Ja, graag gedaan. Ja, we gaan terug naar de studio. Carpaccio. Gemakkelijk, snel en altijd lekker. Kim, dit ga ik voor jou maken, man. Ik kan het niet afwachten. We zijn dus weer terug in onze tuinstudio met inmiddels Joey Duin en Jessica Schilder. Welkom, leuk dat jullie hier zijn. Nou, graag. Nou, Jessica, ik zou bij jou beginnen. Jij bent 21 jaar oud, je komt uit Volendam en je wilt graag meedoen aan de Olympische Spelen, want je bent kogelstootster. Yes. Dat hoor je ook niet elke dag. Nee, klopt. Er zijn niet veel in Nederland die het ook op mijn niveau doen. Dus het is, het komt niet vaak voor. Ik denk dat menig mens jou wel herkent vanwege het grote spandoek wat laatst bij de Heideweg. Als je het dorp inreed, hing er een groot spandoek. Iedereen herkent jou daarvan. Nou, ik hoop het niet. Met nog meer medesporters. Jullie zijn met een echt team. Ja, we zijn van de Ringen Volendam. Ja, Ringen Volendam, ja, absoluut. Die hebben dit heel mooi opgezet en er zijn nu echt grote kansen dat er ook 1, 2, 3 echt heen gaan. En we hopen alle 5 heen te mogen, maar het wordt een hele moeilijke procedure. Dat zou wel bijzonder zijn. Ja. Maar op een dag werd je wakker en je dacht, ik ga kogelstoten. niet helemaal. Ik zat er gewoon op atletiek. En ja, dan word je eerste keer Nederlands kampioen, dan word je tweede keer Nederlands kampioen. Ja, en dan vindt het gewoon heel erg leuk, eigenlijk. Ja. En hoezo ben je op atletiek gegaan? Hoe het vroeger altijd gaat. Vriendinnetje gaat op atletiek, dus dan ga je ook op atletiek. En zodoende word je beter in onderdelen. Ik blonk een beetje uit een kogelstoten. Naast jou zit Joey. Joey Duin, je bent inmiddels een beetje afgetreden als topsporter. Ja, een beetje wel hoor. Ja, wel. Kan je wel zeggen. Nou, je debuteerde op je 17e in het eerste van de handbal, Volendam. En wij hebben dit al eerder benoemd. In onze podcast gaan we altijd eerst op internet kijken en doen we een Google search. En dan komen we altijd op Wikipedia. En laat jij nou je eigen Wikipedia pagina hebben? Ja, serieus? Dat is echt waar. Ja. Ja. Ik lieg niet. Ja, dan groeit toch wel even een centimeter. Ja, toch? Ja, wel. Het is wel even een... dit zijn goals. Nou, je Wikipedia staat nou. En wat ik dus op Wikipedia heb kunnen vinden. In 2005 vertrok je naar Duitsland. En nu ga ik even op mijn blaadje spieken voor de namen van de teams. In Duitsland heb je gespeeld voor TSV Dormagen en Bergischer HC. Klopt. In 2010 ben je weer teruggekeerd en ben je weer in Volendam gaan spelen. Ja. Was het geen hele grote stap om van Volendam naar Duitsland te verhuizen? Ja, dat was gewoon om voor mij om twee dingen een grote stap. Ik ben gewoon een familiedier. In het begin vond ik het verschrikkelijk moeilijk om weg te wezen. In een ander land, andere mensen. Dus dat was één. En ten tweede, het is ook gewoon qua niveau, is het echt wel even andere koffie, Duitsland. Maar toch op het eind 5 jaar volgehouden. Maar op het eind was geen volhouden meer, was gewoon echt leuk. En om 2010 weer terug. En Jessica vertelde dat al met vriendinnetjes op die manier bij de atletiek is gekomen. Hoe ben jij bij de handbal binnengedrongen? Nou, dat is dan een grappige anekdote die ook met kogelstoten te maken heeft trouwens. Dat is wel een goeie. Nou, bij ons was er niet echt een democratie thuis. Hè? Wij zijn een handbalfamilie, dus het was gewoon, je had helemaal geen keuze. Je ging gewoon handballen. Maar ik was daar dus eigenlijk echt niet zo goed in. Dus ze zeggen, nou, ga er maar wat naast doen. Dus ik wilde ook daarnaast atletieken. En dat ging zo een beetje samen, parallel, gelijk op. En op een gegeven moment toen moesten we voor de atletiektraining, toen moesten we kogel stoten. En iedereen die had dus een beetje een kogel in zijn handje. En die moest daar wachten dat die man klaar was met praten. Maar ik was een beetje een dromerig type. Dus op een gegeven moment toen ging, terwijl die man een beetje langdradig begon door, maar toen gleed dat kogeltje uit mijn vingertjes vandaan. En toen bij mijn jongetje naast me op zijn teen. Oh jee. Dus dat was best wel een commotie op dat moment. En op dat moment heb ik eigenlijk besloten, Joe, atletiek is misschien toch niet jouw taak. Even voor de beeldvorming, wat weegt zo'n kogel? Nou, het was het. Hoe oud was je?
Jezus Christus. Oh, dat gaat ook echt op leeftijd. Ja, het gaat op leeftijd. Nou, een jaartje of, nou zeggen, 8. Ah, dan is het 3-4 kilo. Dat is niet zo zwaar. Nou, het was niet zo'n groot ventje ook, hè? Nee, kleine teentje dus. In ieder geval, het was voor mij genoeg om te zeggen, Joe, dit is niet jouw roeping. We gaan niet meer voor kogels stoten. Nee, nou, dat moesten we vandaan. Ja. Dus, nee, dus dat, dus, en toen, ja, toen, toen pas op latere leeftijd, hoor. Ik was echt geen supertalent. Toen dacht ik, toen hoorde een keer een bal in doel. En nou, dan gaat natuurlijk, als je nooit een doelpunt maakt, dan gaat natuurlijk de hele tribune die sprong omhoog. Van, nou, kijk eens, oh god, ook Joe maakt ook een doelpuntje. En dat smaakte wel naar meer. En toen kreeg ik langzaam maar zeker de smaak wel een beetje te pakken. Best grappig om dit zo te horen. Je verwacht dat je al vanaf vroeger aan de beste was. Vanaf vroeger af. Nou ja, voor mij hebben ze een verhaal ook op de handbal. Dat ze zeggen, nou weet je, als er echt iemand echt gewoon net aan, zeg maar, die bal vooruit krijgt en totaal geen enkel talent bezit, dan zeggen ze tegen zo'n jongetje of meisje altijd, maatje, geen zorgen, we hebben er een keer eentje gehad. En dat is ook goed gekomen. Nou, dat is dus mijn verhaal. Dat is mijn legacy. Ja. En Jessica, jij gaat natuurlijk nu voor de Olympische Spelen. Absoluut. Dat kon nu niet plaatsnemen. Ja. Wat heeft dit psychisch met jou gedaan? Nou, ik vind het eigenlijk, ik vind het heel zonde dat het dit jaar niet door is gegaan. Maar voor mij heeft het uiteindelijk in mijn voordeel gewerkt. Ik ben nog heel jong voor mijn tak van sport. Mensen die echt de top bestaat, zijn maar uit 30-jarigen. Ik ben nu 21, dat zou betekenen dat ik nog ongeveer 8, 9 jaar heb om dan echt aan de top te zitten. Sorry. Dus ik heb nu de mogelijkheid gekregen om nog een jaar door te trekken, door te trainen. En ja, dat komt eigenlijk wel goed uit. Oké, geluk bij een ongeluk. Ja, maar ja, het is natuurlijk niet makkelijk geweest om in die moeilijke periode te trainen. Dus in feite, ja, je krijgt er een jaar bij, maar krijg je er een jaar bij. Omdat je niet traint op de manier waarop je hoort te trainen. Ja. Maar er is iets met een PR. Jij moet een bepaald PR halen om mee te kunnen doen. Ja. Hoe sta je er nu voor? Nog 37 centimeter. 37 centimeter? Ja. Want volgens mij was dat een tijd terug nog een meter. Ja, absoluut. Dat was nog, ja. Dat met, dus snel. Vorig jaar was het een meter en indoor werd het al 89 centimeter en nu zit ik op 37. Oké. En voor de beeldvorming, ik ben zelf niet heel bekend met kogelstoten. Ik hoor 37 centimeter, maar je draait een rondje, je gooit kogel. En waar moet die, op wat voor punt moet het komen voordat je in aanraking komt? 18,50. Als ik 18,40 zou stoten, zou ik misschien door rankings alsnog mee mogen doen. Maar we zeggen gewoon heel simpel, 18,50 stoten, dan ben je gegarandeerd van de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Oké, zo, dat is niet niks. Dat is wel ver. Ja, dat klopt. Maar je moet op een wedstrijd, ja, moet je het stoten. Ja, mag hier een wedstrijdje zijn in Edam, maar het mag ook internationaal zijn. Dat maakt niet uit, zolang ik het maar doe. Ja. En je trainde vroeger bij AV Edam. Daarna ben je naar Heerhugowaard gegaan. Ja. En zoals een Joey moest naar Duitsland, andere topsporters zitten in het buitenland. Jij kan wel gewoon hier blijven. Ik kan het op twee handen niet meer tellen hoeveel uitnodigingen ik heb gehad om naar Amerika te gaan. Zo. Ja, toch niet voor gekozen. We zijn wel naar Duitsland geweest om daar met een toptrainer te trainen. Maar ja, ik heb gewoon zo'n klik met mijn trainer. En ja, als het werkt, dan werkt het. En dan is het zonde om eigenlijk weg te gaan. Ja, oh, dat is wel uniek. Ja, dat zeker. Dat je zo dichtbij zoveel kan bereiken. Ja, maar als de kans zich voordoet dat ik bij een echt een wereldtrainer mag trainen in het buitenland, ben ik meteen weg. Ja, die kans grijp ik echt wel aan. En hoeveel uren training gaat er in de week voor jou in zitten? In de winter train ik ongeveer 9 keer per week. Gemiddeld 2 tot 2,5 uur per training. Zo. In de zomer is dat wat minder, want er komen de wedstrijden bij kijken. Maar dan train je alsnog 6 keer in de week. En Joey, hoe was dat bij de handbal? Eigenlijk in je opleidingstraject train je eigenlijk het meest. Hè? Dus als je moet ontwikkelen, dus zeg maar tot je 20, zeg maar, dan toen heb ik ook wel tijden gehad dat ik tussen tegen de 15 uur per week aan zat. Maar op een gegeven moment, als je echt zeg maar die stap maakt naar professionaliteit, dan gaat het niet meer om de trainingsuren die je moet maken. Dan is het tactiek. Je moet zorgen dat je lichaam in orde blijft, zeg maar. Maar eigenlijk is het dan gewoon een kwestie van presteren. En doe wat het takes zodat dat gebeurt, weet je wel. En nou, 9 keer per week trainen, dan dat is dan eigenlijk wel erg veel van het goede, zeg maar. Maar ja. Ik heb toevallig een filmpje gezien van Jessica, waarop ze traint. Ik
geloof dat is een thruster, heb ik je zien doen, denk ik. Een thruster? Nou ja, in ieder geval, je slaat hem, je trekt hem voor, je gaat naar beneden. En dat deed je, precies. Dat deed je met 100 kilo, geloof ik. Ja, ondertussen is het al naar 123. Oké. Zoiets. Zo! Nou, als je dat 9 keer, niet, ze zullen het niet 9 keer per week doen, maar als je dat al 1 keer per week moet doen, dan kan die week erop zitten, hoor. Ik geef het mee. Ja, dan heb je wel weer hersteltijd nodig. Ja, en Joe, je noemt het al, je moet er ook vooral voor zorgen dat je lichaam vooral ook in goede shape bent. En ik kan me voorstellen dat als je 123 kilo moet cleanen, hoe zit dat dieet-wise? Heb je een heel strak dieet wat je moet volgen? Of weet je gewoon, oké, ik moet heel veel koolhydraten en zoveel eiwitten? En Ik heb gelukkig een heel strak schema. In de winter hou ik me daar echt 100% aan, want je hebt elke eiwit, ook koolhydraat, echt alles nodig. In de zomer train je wat minder, dus dan mag je hier en daar even wat laten liggen, godzijdank. Maar dan zit ik tussen de 3500 à 4000 calorieën per dag. Wat? In de winter, dus dan train ik wel 9 keer per week. Maar dan, dat heb je ook echt wel nodig. Ja. En dan zit ik in de zomer waarschijnlijk op 3000 minimaal. En Joey, was dat voor jullie ook? Voor mannen is dat denk ik iets minder, heb ik het idee. Als ik toch 4000 calorieën op een dag mocht eten, god, dat zou toch fantastisch wezen. Trainen dan niet altijd. Nee, wij het was bij ons niet zo, weet je, het was niet zo, zeg maar, echt helemaal tot op de calorie, zeg maar, ingepland. Het was wel zo natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk, bij ons is het ook een soort. Ik geloof dat die fysiek met dat kogelstoten, dat speelt nog dusdanig een vorm. Bij ons is het natuurlijk ook gewoon een val van dat je techniek, dat moet goed zijn en zo. Je moet gewoon zorgen dat je lichaam in dusdanige staat is, dat jij het beste tot je recht komt op dat veld. Dan heb je gewoon de verantwoording dat je gewoon in vorm blijft, zeg maar. Maar als jij 2 keer per dag traint, hoor, dan moet je wel flink je best doen. Wil je dan niet in vorm zijn, hoor. Dan moet je echt wel 6000 calorieën per dag eten. Ja. Ja. Heb je veel titels binnengehaald in je carrière? Hier in Nederland hebben we wel veel gewonnen. Ja, ze hebben ook nog wel een paar gewonnen. Steek me een klein beetje dat ik er niet was, dat ik in Duitsland zat, maar oké. Maar we hebben wel, ik heb wel een gros van, zeg maar, de gouden jaren van de vereniging meegemaakt hier. En in Duitsland heb ik steeds een beetje tussen, zeg maar, het hoogste niveau, dus de Bundesliga en de tweede Bundesliga, zeg maar, gespeeld. Zeg maar. Daar een beetje tussenweg. En dat was ook erg. Dan moest je, zeg maar, relegation noemen ze dat dan. Dat is dan, zeg maar, een soort finale om te promoveren, zeg maar. Ja, en dat was ook super, super bijzonder en super mooi. Ja. Dus ja, nee, ik kan zonder meer zeggen dat ik blij ben met mijn staat van dienst. Ja. Dus. En Jessica, jij traint dus superveel in de week. Maar je bent ook aan het studeren en je hebt je VWO gehaald. Dat is ook niet niks. Nee, klopt. VWO en topsport, dat was een moeilijke combinatie. Dus ik was heel blij dat ik eindelijk geslaagd was. Mocht ik naar de Johan Cruijff Academie. En dan, sindsdien, dan kan je echt je sport gaan combineren met je studie. En dat scheelt enorm veel stress. En je hebt meer tijd om te rusten. En ja, sindsdien heb ik echt genoten. En wat studeer je dan? Commerciële economie. Oké. Bij topsport hoort natuurlijk heel veel discipline. En ik kan me voorstellen dat jullie beiden met zoveel trainingsuren en toch een beetje het sociale aspect toch iets naast je neer moet leggen. Heb je daar veel last van of van gehad? Dat je denkt van, oh, dat heb ik wel gemist of ik had hier graag bij willen zijn. Of is de focus naar de sport en naar het presteren zodanig hoog dat je dat ervoor over hebt? Ja, ik herken wel wat je zegt net zojuist, dat die drive om daar gewoon zo goed mogelijk in te worden, dat dekt, het was in mijn geval zo, dusdanig veel af dat die behoefte er niet zo erg was om uit te gaan en om, nou gebeurde dat ook wel, hoor. Ik bedoel, we waren niet allemaal monniken, maar het was wel genoeg, laat ik het zo zeggen. Ik heb later, tot ik er toen wel uitging, zo wel eens gedacht van, nou, eigenlijk is het best wel leuk, maar geen spijt of zo. Dit is gewoon, weet je, als je het eruit wil halen wat erin zit, en dat weet Jessica denk ik ook als geen ander, dan, en je hebt zo duidelijk je focus dat je of de beste wil worden of Olympische Spelen, wat natuurlijk onvoorstelbaar is. Vind ik echt, als dat je zou lukken, dat is zo bijzonder. Dat is het sportieve mekka eens in de zoveel jaar. Ja, dat is, daar moet je voor gaan. Dat bepaalt je leven. Kun je daarin vinden? Absoluut. Ik heb
je hebt wel spijt dat je sommige feestjes hebt gemist of sommige dingen daar niet bij kan zijn. Maar als je eenmaal dat Nederlands tenue weer aan hebt, dan vergeet je echt alles. En dan denk je van ja, had ik niet nog een avond eerder naar huis moeten gaan of thuis moeten blijven, dat ik nog beter had gepresteerd. Dus nee, ik heb er absoluut geen spijt van. Oké, okay. En hebben je vriendinnen daar ook geen moeite mee? Soms wel. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dus ja, maar ja, gelukkig snappen ze het ook wel. Maar ze vinden het inderdaad wel zonde dat ik er niet altijd bij kan zijn. Ja. En Joey, wil je nog iets bereiken op sportief gebied? Helemaal klaar. Nou, ik wil vooral iets tegenhouden op sportief gebied. ik probeer de boel zo lang mogelijk een beetje acceptabel voor mezelf te houden. Ja, op dit moment is het gewoon... Kijk, je hebt natuurlijk ontzettend veel gesport in je leven. En dat herken ik ook bij mij. Op een gegeven moment dan heb je best wel... dan de neiging om te zeggen, het is even allemaal goed. Alleen, dat werkt niet zo goed. Je kan niet 100% gaan en dan vervolgens 0% doen, zeg maar. Dus ja, op dit moment is het sportief vooral gewoon het bereiken van een balans, dat de boel... Het brood nodig, hè? Precies, netjes gewoon aftakelt. En niet een steile val maakt, zeg maar. Dat is eigenlijk het doel. En wat voor sport doe je dan nu? Nu probeer ik een beetje zeg maar kracht trainen en dan een beetje zeg maar kracht uithoudingsvermogen. Ja. Dus gewoon tot de boel lekker de leidingen doorgespoeld worden de hele tijd. En even gezond, even goed bezig. Even het hart een optatertje geven af en toe van oké, zo moest het ook weer. Ja. Dan langzaam. Zo lang mogelijk wel proberen vol te houden. Ja. En Jessica, we gaan natuurlijk allemaal hopen we hartstikke tot je de Olympische Spelen gaat behalen. Ben je niet bang tot... Mocht je het bereiken dat je daarna in een zwart gat valt? Nee. Ik weet vrij zeker dat ik wil sowieso ook nog naar Parijs. Dus als Tokio niet gaat lukken, wil ik heel graag naar Parijs toe. En er zijn nog zoveel dingen die ik wil bereiken in de sport. Dat is gewoon, volgend jaar staat mijn hele schema al vol met wedstrijden. Dus ja, ik zal niet in een zwart gat vallen. Oh, dat is wel heel goed om te horen. Nou, wij willen jullie eigenlijk al bedanken voor jullie aanwezigheid. Echt super bedankt. We hebben weer wel wat geleerd over het sporten. Zeker. Wij gaan in ieder geval door naar het volgende item. Onze pils is klaar. Onze pils. We zullen het even kort uitleggen. We hebben pils gemaakt. En dat mogen we nu proeven. En we gaan het bottelen. Dus daar gaan we nu naartoe. We gaan naar de brouwerij. Hè. Zo. Jeetje. Nou, daar is hij dan weer. Erik, daar zijn we. Ja. We kunnen proeven. Ja, hebben jullie nog niet geproefd? Nee, ik heb nog niet geproefd. Natuurlijk niet. Ik vind het wel heel spannend. Ja. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Daar gaat hij, Kim. Het moment van de waarheid. Onze eerste pils. Zonder naam. Dat is wel sterk. Pornstar Martini geur. Ik dacht perensap, maar oké. Ja, je wilde niet van peren. Fruitig. Ja, proost. Je ruikt de passievrucht wel, hè? Ik vind het wel lekker. Ik vind het ook lekker, serieus. Ja. Er zit wel een flink zuurtje in, maar niet naar. Nee, hij is wel heel erg fris. Ja. Er zit er nog meer in. Ja. Oké, dan gaan we nu dus de perzik proeven. Passie was goed. Passie was mega. Als ik mijn voorkeur mag geven, dan ga ik denk ik toch voor de passiepils. Wat denk jij, Kim? Ik vind hem lekker, maar wat milder. Die passie was sprekender. Ik dacht dat het moeilijker zou zijn, maar echt, inderdaad. Ik ga ook echt duidelijk voor de passiepils. Ja, zeker. Ja. Volgens mij zijn jullie eruit, hè? We zijn eruit. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dit is wat meer standaard of zo. En ik vind die passiepils die... Ja. Passie. Dat is echt iets, ja, iets nieuws. Ja. Passiepils zonder naam, dat alleen al. Dat alleen die naam al. Ja. Nou, Erik, kun je deze met je vrienden opdrinken? Nou, dankjewel. Top. Concentratie, hè. Ja, en als er te veel in zit, dan hoor ik het niet meer, hoor. Oké. Zo? Ja, joh. Oh. Keurig. Aha. Kom op.
de bottelen. Nou. Oh. Is toch top, dit hebben wij gewoon gebrouwen. Ja, en nu nog een labeltje, maar ik vind dit al top. Dat wel. Mijn moeder werkte bij de Heineken vroeger. Hey, wat? Ja, toen ik ben geboren is ze er weggegaan. Dus. Dus die heeft die ontvoering en zo, weet ze ook alles van. Ja. Met ontvoering, ja, daar had ze volgens mij niet zoveel mee te maken. Is ze ook ontvoerd? Nee. Vooralsnog hebben we een ander fruitbiertje. We hebben pauze, Kim. We hebben één hand over, toch? Hier ben ik echt aan toe. Kijk, Chance. Proost maar weer, hè? Proost. Harde werken. Nou. Oh ja? Je blijft nog even. In de doos. We hebben anderhalve doos. Mega. Top. Mega lekker. En nu gaan we denk ik verder met het stickeren. Ja, of zullen we stickeren voordat we weten of het wel goed is? Die klappen ze allemaal omdat er te veel suiker in zit. Oh ja, je moet ze nog een klein beetje schudden voor ik. Oh, dat hebben we niet gedaan. Wel, Kim, dit hebben wij gecreëerd, hè, met z'n tweeën. En drieën, sorry. Klinkt een beetje gek trouwens. Nou, Min, dan stop ik deze even in een doosje en ik ga hem eens koud zetten. Gaan we zeker doen. En dan kunnen we straks even proosten. Ja, goed idee. Maar als je dus niet in de bierbrouwerij te vinden bent, dan ben je hier. Soms. Ja. Soms. Ja, ik ben niet altijd hier. Is er een beetje aan hoe je... Sowieso woensdag dan met zondag is hij open. Dus dan moet ik allemaal dingen bijvullen en doen. Oké. En ja, nou, dat was het eigenlijk. Bedankt. Ja. En wij gaan. Vind je het een mooie winkel? Ja. Doei. Niet normaal. Ja. Doei. Kim, ik denk dat wij dus over een maand... Ik denk dat het niet meer aan te slepen is. Hebben we eigenlijk patent gevraagd? Nou, zeg nog eens wat. Maar ik zie wel kratten, vaten, dozen. Dit komt echt goed. Dit was wel echt lekker. Echt wel bijzonder dat we nu ons eigen pils hebben. Ons eigen flesje. Zeker. Wij gaan door naar het volgende item. En dan gaan we daarvoor weer naar de zolder van Peppino. We gaan even kijken wat hij vandaag voor ons in petto heeft. Vandaag is het mijn beurt om deze magische plek te betreden. Ik sta nu bij Kees Tuyp, die we allemaal kennen als Peppino. Wat gaan we vandaag doen? Dat zal ik je vertellen, Kim. Ik heb hier een voorspelling en ik heb hier ook een voorspelling. Twee voorspellingen. Kim, een spelkaarten. Ja. Zeg jij eens een willekeurige kaart tegen mij. Skoppen 6. Zeker weten. Ja. Ik pak de schopper 6 en die doe ik andersom in dat spel. Face down, gedraaid. Zou dat niet ongelooflijk zijn als schopper 6 hier gedraaid in dat spel, hè? Dat zou wel erg, erg raar zijn. Je zit hier in het magische hol. Schopper 6. Nou ligt er hier eentje gedraaid in. Die leg ik hier neer, Kim. Zou het nou niet ongelooflijk zijn als dat schopper 6 is? Dat,
kan haast niet. Mag jij hem onthullen? Ik ben wel een beetje zenuwachtig nou. Ben je 87? Oh, het is hem echt. Precies. Maar Kim, moet je kijken. Oké. Okay. Dan mag jij hier. Ja, dit houdt op. Pak je pen. Ja. Zet je handtekeningen in. Skoppenzes. Skoppenzes. Gaat hierop. Ja. Hou jij je hand zo. Die hand gaat erop. Helemaal erop. Want nou gaat het gebeuren. Hè. Want kijk, nou moet je echt eventjes... Aan vast. Oeh! Ja? Aan vast. Oké. Wendy, ik tel direct tot 3. En dan mag jij die kaarten direct hier neerleggen. 1, 2, 3, ja. We hebben nou mijn kaart. Ja. Ik heb in het begin gezegd, hier heb ik een voorspelling en ik heb hier een voorspelling. Weet je. Ik heb hier een envelop. Zou jij die even open willen maken? Het is hem echt. Koffie 6 met een handtekening. In dat vakkie, in dat mappie. Oh, zo eng. Dit is magie. Dus, magie. Het is elke keer weer een ding, hè? Het is bijzonder. We staan er bovenop, we kijken ernaar. En ik weet niet hoe je het doet. Nee, ik vind het dat, een wonder. Dat vingervlugheid is het echt. Ja, en... Het is fantastisch. Een hoop mindfuck, dat weet ik wel. Zeker mindfuck. Maar we gaan nu terug naar iedereen zijn favoriete item. In bad met Mandy en het ventje uit een bandje. Ja, het is weer zover. Ik mag weer lekker bubbelen. Lekker glaasje wijn erbij. En een paar stevige dilemma's stellen. In bad met een ventje uit een bandje. 4 van de 5 dagen in de week is hij schilder en daarnaast nog een druk bestaan met Tribute to the Cats Band. Naast Tribute to the Cats Band kennen we hem natuurlijk ook onder andere van The Beatles, A Million Shoes en voorheen van Cocktail Johnny en The Cadillacs. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Kees Jozef. Kees! Hi, Danny. Welkom. Dank. Heb je er zin in? Ja, ik ken niet zeggen, je bent niet goed voor je. Nee, de setting is op zich... Ja. Prima. Top. We hebben het behoorlijk op de rit. Maar laten we even hebben over jouw carrière. Hoe oud was je toen je wist dat je de muziek in wilde? Nou, ik weet dat ik 14 was, dat ik mijn eerste liedje ben gaan zingen. En er stond al een tijdje een gitaar in de hoek te wachten. En ik was degene die dat ging worden. Nou ben ik, moet ik zeggen, dat ik geen groot gitarist ben geworden, maar dat ik ben later gaan bassen. En rond die tijd. Het is trouwens grappig, want jaren later ben ik dan juist wel gevraagd om als slaggitarist, zanger, bij de Tribute to the Cats Band te komen. Dus dat, nou, dan heeft het even goed nog wat gedaan. Ja, inderdaad. Want ik ken je inderdaad ook gewoon als volledige gitarist. Maar de contrabas is natuurlijk een vrij opvallend instrument. Ja. Wat je met A Million Shoes onder andere speelt. Hoe kwam je erbij op om dat instrument te gaan bespelen? Ik speelde dus een tijdje basgitaar. Als je die basis hebt. Ja, toen kwam dus de dag dat Dick de Boer me kwam vragen om te komen... spelen in een swingband. En al gauw lagen er
35 nummers klaar. En kortom, ik had een paar maanden tijd om die nummers te leren op contrabas en als liedzanger. Dus dan raak je je kamer op en dan heb je het gauw genoeg wel te pakken. En er was natuurlijk een vrij opvallende band. Dat waren natuurlijk de Beatles. Kun je een beetje vertellen hoe dat is ontstaan? De Beatgekte begon al vroeg. Ik denk dat we 15 waren. Trouwens. Ik was eigenlijk al veel eerder bezig. Ik zat in groep 4, de basisschool, Brokbeer. Ik stond op een tafel en ik zong Walking Together. Echt waar, ja. Af en toe mocht je een zaadmixje doen. En dat was Walking Together, dat weet ik nog. Walking Together was echt je go-to. Ja, toen zat Pieter gewoon al in. Maar de Beatles. Ja, jaar 15. Ik was Peter Poeri al tegengekomen en Barry Bolide en Gabbers. En gek van Cats, gek van Piet. Be My Day van keertje of 10 in Sjaakies Café. En we gingen nog wel eens langs bij Piet. 'S Nachts aanbellen of hij een liedje voor ons al wilde zingen. Yeah. No way. Go away. And follow the stars. Zoiets kreeg ik dan. En we zijn nog langs geweest om of eens die blauwe grote Chevrolet, die blauwe slee, Amerikaanse slee, of die mochten kopen. En nee, die is al verkocht, zei hij. Maar of we wel verwacht hadden dat hij evengoed nog wel 20.000 gulden opgeleverd had. Als je dat wel verwacht had, ik zeg, dat is nou pittig, hè? Je dacht, de man €500 ja. Is van ons. Nou had ik niet raar opgekeken als Ber dat gewoon diezelfde dag nog even had geleend van de bank, hoor. Ber, die is dus wel met een ding. Maar we maakten nog weinig indruk op Piet. En totdat Peter Poeri op het idee kwam om een Pietband te gaan beginnen. Ik zei, Pietband jongens, daar moet je voor kunnen zingen. En daar moet je muzikaal voor zijn. En met alle respect voor Peter Poeri, muzikaal waren we niet met z'n drieën. En ik zeg, we kennen ook Nis Piet. Piet Veerman, gewoon een disky, 8 nummers erop. Dat kennen we doen, is goed. Doen we. De dag erop van Ber. Jongens, ik heb een naam. De Beatles. Met lijm, check, in pruiken. Was wel een gang klaar om recht te heren, al die motten rennen. Dat was toen nog met covers van Piet. Ja. In de trio. Dat was gewoon simpel. Maar toen, primeur, was in de PS10. Op een jaarvergadering op het podium. Omdat we die auto toen eerder niet konden kopen, had Berm wel even naaitimmerd. En ik kon hem een mooi pietblauw verfje geven. Met een paar duizend watt lampen erin in een haspeltje. En zo hadden we met rook een mooi licht. Kwamen de Beatles op die dag, die avond. Ja. Dak erop. Dus de Beatles waren er eigenlijk al heel lang. Maar voor mijn gevoel begon Beatlemania in het jaar 2006 al. Met een eerste eigen Beatle-nummer. Ja. Maar we begonnen in het jaar 2000. En 2006 kwam inderdaad de eerste hit. De eerste hit. En dat kwam. We werden gebeld door Jaap Kwakman. Die had een dubbele boeking. Dulles had eigenlijk een dubbele boeking. Ze hadden een bruiloft die ze moesten doen. En Dulles had ook voor het gemak
diezelfde avond ergens anders iets. En volgens mij moest hij ergens heen. En Jaap had een probleem. Jaap hadden een probleem. Of de Beatles hun show konden aanvullen. En nou ja, dat was geen probleem. En, eerst 4 nummers Jaap en Jaap. Toen nog 2 nummers Jaap, Jaap en de Beatles. En toen de Beatles nog 4 nummers. En ook weer daar zaal op zijn kant. En en toen zei hij, jongens, nou, jullie hebben mij geholpen, nu ga ik jullie helpen. Toen belde hij ter plekke John Eubank of hij zin had in een geintje. Nee. En toen zijn ze gaan schrijven en gaan vullen met. Toen begon het. Ja. De People Mania. Ja. Ik wil vragen wie je allergrootste idool is. Maar ik denk dat dat wel een beetje voor de hand liggend is dan. Kees, wie is jouw allergrootste idool? Ja, daar kan ik wel namen noemen, maar dat is toch gewoon Piet Veerman. Ja, dat maakt de cirkel eigenlijk gewoon gelijk rond. En ik denk dat we dan ook toe zijn aan de dilemma's. Oké. Okay. Nooit meer zingen of nooit meer gitaar spelen? Nooit meer gitaar spelen. Zingen kun je meer in kwijt? Ja, daar kan ik mijn gevoel sowieso meer in kwijt. Ja, duidelijk. Volgend dilemma. Tribute to the Cat Band of Cocktail Johnny en de Cadillacs? Ik ken maar beter Tribute to the Cat Band zeggen, want daar was eigenlijk morgen niks meer. Politiek correct antwoord. Dan gaan we door naar het volgende dilemma. Een lege zaal spelen met Piet Veerman of een volle zaal met Cocktail Johnny? Jezus. Zo erg. Een lege zaal spelen met Piet Veerman. Aha. Dat heb ik nooit beleefd. Kaal of grijs? Dat is niet zo lastig. Grijs. Ja? Toch liever, volgens mij staat het je ook wel. Ja. Grijs, hoeft niet lelijk te zijn. Wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje en als jij praat, dan heb je best wel een uitgesproken manier van praten. En als je nou moet kiezen, praten met handgebaar of praten met gezichtsmimiek? Jeetje. Ja, dat wil ik maar liever doen, ja. Misschien weet jij dat beter. Nou, ik moet zeggen, ik vind je vandaag vrij rustig met handgebaren. Ja, dus ik denk dat het voor nu gezichtsmimiek is. Ja, op het moment wel. Nou, ik zit een beetje diep en dat gaat, ja. Oké, gezichtsmimiek dus. Imitatie Neil Diamond of Piet Veerman? Ja, ik moet zeggen, tijdens mijn Neil Diamond imitatie moet ik echt uitkijken dat het niet te veel op Piet Veerman gaat lijken. Ja, oké. Ja, dat zit er gewoon in. Dat zit erin. Ja, maar dus, als ik nu al zo met je zit, dan denk ik al, er zit ook al een Piet in ergens. Weet je. Dus, ja, ik denk dat het gewoon Piet Veerman moet zijn. Ja. En dan zijn we toegekomen aan de allerlaatste. En dat is een klapper. Stel je voor, 3 weken in een all-in resort. Volledig vergoed. Wie kies je? Kim of Man? Manny. Hey. Die kan ik in mijn zak steken. Kees, je had het net over dat nummer, Walking Together. Kun je dat niet even... Ken je dat niet? Ik ken het nummer niet, okay. Denk ik. Maar kun je niet even een nummertje weggeven, nu we zo in deze setting nog even naborrelen? Every time I see your love for me, I found my paradise. Then I realize you're guiding me by the love light in your eyes. Woehoe! En dit was aflevering 2 van het programma Zonder Naam. Willen jullie dit allemaal terugzien of heb je niet kans gekregen om het te kijken? Ga dan vooral naar www.rtvlove.nl. Daar zal deze hele aflevering weer online staan. En vergeet natuurlijk ook niet te luisteren naar de podcast Zonder Naam. En volg ons ook op Facebook en Instagram.
Voor nu nemen wij afscheid van jullie en zien we jullie weer over een maandje terug voor aflevering 3. Tot volgende maand! Het programma PZN wordt mede mogelijk gemaakt door Veerman, schilder- en afbouwcombinatie, Truppel, showtechniek, juwelier Piet Schilder en Topsy, World of Fashion.